Goedemiddag iedereen. Heel goed dat je kijkt. Ik ga zo direct beginnen. En ik denk, laat me nog heel even wachten. Niet zozeer dat mensen live komen. Maar ik neem even gelegenheid om wat wierook te branden. Zoals dit filmpje is getiteld, is dit eigenlijk met name een bericht voor de mensen die dichter bij mij staan. Je zou kunnen zeggen vrienden, familie of hele bijzondere kennissen. Ik ga even een wierookje branden. Ondertussen pak ik heel even mijn labello. Mijn puurrolletje. Ik zou zeggen, we gaan ze erover praten. Kijk. Dit, weet je, dit geeft een iets betere stemming voor mij om in te praten. Maar een iets betere stemming kunnen we wel een beetje gebruiken, hè? Dus. Zo. Waar zal ik beginnen? Dat is eigenlijk de uitdaging. Waar begin ik bij? Ik zal beginnen met een glas water te pakken. Zo, nou, ik heb de titel van het filmpje gemaakt dat het een belangrijk bericht is voor familie en vrienden, mensen die dicht op mij staan. En de reden waarom ik het zeg is omdat ik eigenlijk heb verzuimd om iets heel belangrijks te doen of eigenlijk geen gelegenheid nog heb gehad om iets heel belangrijks te doen en te zeggen. Wat vandaag de dag wel een klein beetje noodzakelijk is, want ik merk dat er veel onduidelijkheid is, veel vraagtekens zijn. En waar ik mee begin is mijn bemoeienis met social media. Waarom plaats ik bepaalde privézaken op social media? Waarom ben ik op social media? Wat wil ik met social media? Ik heb een aantal jaren geleden besloten om mijn platform Find the Creator tot leven te roepen. Maar we moeten helaas nog een paar stappen terug. Zoals jullie weten ben ik een jonge man, 32 jaar inmiddels. Wonend in Amsterdam. Ik ben iemand met een levensverhaal. Dat levensverhaal komt voort uit een bepaald vuur. Iets wat hier in mij brandt. Iets wat in mij aanstaat. Iets wat is getriggerd. Dan ga ik niet mijn hele levensverhaal kunnen vertellen hier in dit videootje, maar ik kan wel zeggen dat mijn verhaal is begonnen op de leeftijd van 2 jaar. Waarbij ik van mijn vader ben afgesplitst en hier terecht ben gekomen te wonen in dit land, uit Suriname. Kort daarna, 5 jaar later, overlijdt mijn moeder hier in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. Wat daarna is gebeurd is een periode van het leven bij familieleden, pleeggezinnen, tehuizen, nichten,
ooms, tantes, geen onderdak, enzovoort. Yadi 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 yada. Je moet je voorstellen, ik heb het allemaal wel een beetje gezien. Dat wat ik gezien heeft, heeft iets in mij aangewakkerd. Een krachtige stem die een bepaalde boodschap heeft. En die boodschap is niet bepaald leuk. Die boodschap is vooral niet leuk voor mij. Maar die krachtige stem is geactiveerd. Die kleine Varelle wat ik inmiddels al lang niet meer ben, schreeuwt vanuit mij de wereld in. En die heeft toch echt een stem. En de boodschap van die jongen, inmiddels nu een man, zal worden gehoord. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb met mijn platform Find the Creator stem gegeven aan die kleine, beschadigde jongen. Dat kind in mij. Find the Creator of mijn platform, of eigenlijk ik, is mijn manier om uiting te geven aan dat levensverhaal, die stem, die boodschap. Ik heb ervoor gekozen op deze manier die stem in mij gelegenheid te geven, een platform te geven. Moet ik dat doen? Hoef ik dat doen? Nee. Maar God heeft mij gezegend met een bepaald inzicht. Ik ben op een bepaalde manier gevormd in het leven. En hoewel ik met man en macht vecht tegen bepaalde zaken, bepaalde dingen in mij, kom ik steeds meer tot de conclusie, nee Varelle, jij gaat moeten doen waarvoor je op deze aardbodem bent gezet. In ieder geval zal je je stem gebruiken. En ik voeg eraan toe, het interesseert me niet of mijn stem tot aan het einde van de wereld zal komen. Dat levensverhaal wat ik dus vertel, mijn verhaal, dat raakt veel. Dat raakt veel mensen. Hetzelfde korte rijtje wat ik heb opgenoemd, zijn mensen, individuen in mijn omgeving die in aanraking zijn of in aanraking met mij zijn geweest. Dat levensverhaal wat ik dus ook vertel, betekent ook dat ja, ik over zaken praat wat heel bekend zal klinken in mensen hun oren. Maar het is en blijft nog steeds mijn verhaal. Mijn behoefte en mijn keuze om mijn verhaal te delen. En met wie wil ik dit dus delen? Ik deel dit verhaal met een ieder die wilt horen en wilt luisteren. Met welk doel deel ik mijn verhaal? Als je me een klein beetje zou kennen, maar misschien moet ik iets hieraan toe gaan voegen. Ik deel dit verhaal om te healen. Datgene wat kapot is gemaakt, zal en moet worden gerepareerd. Ik uit mijn verhaal op verschillende manieren. Een van de middelen die ik gebruik, een van de middelen die ik heb geaccepteerd, is social media. Dus kijk er absoluut niet van op. Zo heb ik vandaag een heel bijzonder iemand die heel dicht op mij staat moeten vertellen. Kijk er absoluut niet van op wanneer ik mijn tory, mijn bullshit, compleet op straat gooi.
Wat het feit gaat blijven, het feit is, vanaf mijn tweede jaar wat ik heb meegemaakt tot de dag van vandaag, wie ik ben, mijn levensverhaal, ik heb daar in mijn hart en in mijn geest geen problemen mee om dat te vertellen op social media. Ik word niet geleid door angst. Ik heb mijn angsten. Maar ik word niet geleid door angst. Ik word niet belemmerd door schijnen. Ik word niet belemmerd door andere mensen of de mening van andere mensen. Denk er even goed over na wat voor impact dat heeft. Het ontbreken van dit soort zaken, het ontbreken van dit soort remmingen waarvan ik tegen mezelf heb gezegd, ik ga mijzelf hier niet remmen, maar dat staat één op één met het stagneren van mijn healing en het healingproces waar ik in zit. En hoe lang dit healingproces gaat zijn, ja, ik stop daarmee op mijn sterfbed. Ja? Maar ik heb geen chaîne en het is niet voor sensatie dat ik van sensatie houd zoals een tante dat slingert naar mijn oor. Milop sensatie, nee. Ik geef stem aan die kleine jongen in mij die zegt ade kaba. En die verandering is gekomen op het moment dat ik mijn eigen zelfstandigheid heb gevonden. Vanaf mijn 16-jarige leeftijd had ik het gevoel dat ik een control kon zijn. De macht en de regie had voor een groot deel van mijn leven. Het verhaal, mijn levensverhaal, deel ik. Al die dingen die ik heb meegemaakt met u, met jullie. Al die tories, hè, wat vandaag de dag ons verdrietig maakt, beschaamd, zijn allemaal thema's die in dit hart en in dit geest, in die kleine jongen die jullie hier, aan de buitenkant misschien niet, ja, die komen aan bod. Stuk voor stuk zal die, wanneer het juiste moment daarvoor is, wat mee doen. Snap je, dit is wat healen betekent. Dit is wat groei betekent. Dit is wat vooruitgang betekent. Ik kan het werk helaas niet voor u doen. Ik kan het werk helaas niet voor mijn familie doen. Het enige wat ik kan doen is ervoor zorgen dat ik in mijn eigen kracht kom te staan. In mijn werkelijke kracht. Om ook er nog te kunnen zijn. Om ook deel te kunnen uitmaken van een gezin, een familie. Een waardevolle toegevoegde deelname kan hebben. Behalve een kapotte, gebroken farello. Waar mensen niet naar omkijken. Dus ja, schrik niet hoor. En mijn uitspattingen van emoties, dat is een heel klein onderdeel maar van het verhaal. Maar er komt nog meer aan. Ik heb letterlijk gezegd alles. Wanneer de juiste tijd ervoor is. En wanneer ik zeg alles, ja, dan zullen sommige mensen het beginnen te zweten onder hun voeten. Want die worden nog geleid door schaamte of shame. Of die hebben reden om zich te schamen. Maar ik sta hier als een vrij man. Met een overduidelijke missie, met een overduidelijk doel. Dat kleine jongetje is een overwinner. Die heilig geloof in zijn eigen kracht. Die gelukkig op jonge leeftijd heeft gezien en heeft beproefd. Dat wanneer je een klein beetje je best doet, dan kan je nog wat van jezelf maken. En dan kan je in ieder geval nog bereiken. Maar de spelregels moet je wel serieus nemen. Want het leven is wreed. Het leven is verschrikkelijk meedogenloos. En die geeft je geen ruimte om te ademen. Dus hoe lang nog wil ik mezelf in gevangenschap houden van mijn eigen gevoel en mijn eigen emotie? Waarom? Voor wie? Voor dezelfde mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het beschadigen van
die kleine jongen. En nu praat ik niet over wie ik vandaag de dag ben. Nee, ik ben een product van mijn verleden. Ik heb het over de jongen die niet zoveel te zeggen had. Die jongen die overgeleverd was aan de goede intenties van volwassenen, of dat dan familieleden waren of niet. Maar ook diezelfde jongen die overgedragen was of overgeleverd aan de verschrikkelijke, vernietigende intenties die mensen hebben gehad. En wat ze met mij hebben gedaan. Nogmaals, ik praat hier over mijn eigen verhaal. En ja, dat raakt ook heel veel mensen die dicht bij me staan. Je hebt me ooit moeten vragen of vraag me wat Find the Creator is. Mensen hebben werkelijk geen idee. De mensen die dicht bij me staan hebben werkelijk geen idee. Maar vandaag gaan ze weten wie Find the Creator is. Find the Creator is een boodschap. Find the Creator is een product. Maar Find the Creator is mijn herstel. En dat we het licht veranderen ook. En nu komen we bij het feit, ja, social media is niet altijd handig. Nee. Want als je geleid wordt door angst, als je geleid wordt door belemmerende gedachten en die blijven jou in het leven blokkeren, waardoor je nergens komt, zal de mening van het internet of de mening van de wereld bijzonder zwaar wegen voor u. Zoals ik tegen mezelf heb gezegd en de afspraken die ik met mezelf heb gemaakt, en het goed besef heb wat social media is en wat het doet, zeg ik u werkelijk, de mening van het internet kan mij niet zoveel schelen. Ja, het kan heel gevaarlijk zijn, het internet. Ja, social media is heel gevaarlijk, maar daar praat ik hier nu niet over. Ik heb het over het gebruik of het gebruiken van een hulpmiddel to heal myself. En ik zet mezelf wel op de eerste plaats hier, ja. Wanneer er een bepaald gevoel in jou nu naar boven komt, van angst, van verdriet, van boosheid, van irritatie, wellicht komt het omdat je geweten je slaat. Misschien heb jij reden om degene die hier voor je staat goed in de ogen aan te kunnen en durven kijken. Maar daar ben ik nu niet over. Ik praat hier niet uit boosheid. Maar ik praat hier omdat ik heb verzuimd om kennelijk een aantal mensen te vertellen wat ik hier werkelijk aan het bouwen ben, aan het doen ben. En daarmee ook geen remming heb. De spelregels liggen nu werkelijk voor jullie op tafel. Dus mocht je je afvragen, waarom verloopt dit? Waarom verloopt dat? Waarom verloopt zus? Waarom verloopt zo? Nou, dan zal voor altijd dit filmpje online blijven staan. En dan daag ik iedereen die dicht bij me staat of ver weg uit om dit opnieuw te bekijken. Dit verhaal waar ik over spreek is wie ik ben. En ik ga niet langer mijzelf wegcijferen. En ik ga niet langer mijn eigen groei en de kwaliteit van mijn leven in gedrang brengen voor wie, of voor wat, of voor wie. Voor mensen en individuen die de kwaliteit van hun eigen leven niet serieus nemen. Voor mensen die niet dezelfde ijverigheid aan de dag kunnen of willen leggen om zichzelf te helpen. Voor mensen die hebben bewezen in hun leven en dat van mij, dat ja, groei er niet is. En misschien komt het nu allemaal heel erg bij elkaar. Ja? Wat ik recent heb gepost, die uitbarsting, weet je, dat zijn allemaal oppervlakkige dingen. Maar ik nodig je uit om boven de horizon te blijven kijken, maar kijk ook wat daaronder zit. En het fundament wat ik hier aan het bouwen ben, is iets van kwaliteit. Het is het fundament wat ik voor mezelf moet bouwen, want het is me niet gegeven. Het leven en de omstandigheden van dit leven hebben me dat niet helaas gegund. Ik mag van geluk spreken dat ik een aantal kwaliteiten in mijzelf heb. Mijn liefde, mijn loyaliteit, mijn drang voor het doen van wat goed is.
heeft me vandaag de dag hier gebracht. Dat ik kan zeggen dat ik geliefd ben. Dat mensen van mij houden. Dat ik een natuurlijke magneethaas ben geworden. En weet je waarom? En ik weet het. En ik kan het je zeggen. Mensen houden niet van huigenachtig gedrag. Mensen houden van echte mensen. En echte mensen met echte emoties, of ze die emoties al begrijpen of niet, zijn een bijzondere magneet om datgene wat goed is naar zich toe te trekken. Ik denk dat sommige mensen de laatste minuut even terug moeten luisteren wat ik gezegd heb, maar ik ga het niet nog een keer herhalen. Ik ga niet accepteren dat ik niet in mijn eigen kracht mag en kom te staan. Dus als ik de spelregels van mijn leven nog een keer duidelijk moet maken, nou, nu heb ik het u verteld. Nu heb ik het jullie verteld. En als die emoties nou heel erg blij zijn of heel erg bedroefd of heel erg, wat voor stemming die emoties hebben, dit is mijn levensverhaal. En het spijt me dat het wellicht jou raakt. Dat het wellicht emoties in u losmaakt. Dat het onze band wellicht kan beschadigen. Maar waar ik nu hier sta, ga ik never nooit blijven. Ga ik never nooit accepteren. Daar gaat niemand tussenkomen en geen enkele bloedrelatie, geen enkele dichte vriend, geen enkel warme kennis, maar ook niemand gaat mij weerhouden om te zijn wie ik ben. Nadat mijn vader is overleden in oktober 2020, een jaar geleden, heb ik in het bijzonder iets tegen mijn zus gezegd en een paar andere mensen in mijn familie. Ik heb mezelf geëxcuseerd en daarna heb ik aan toegevoegd, ik ga niet meer toestaan. Ik zal me niet langer verontschuldigen voor degene wie ik ben. Ik ga me niet langer onverontschuldigen voor die kracht die in mij zit. Als ik niet op hun frequentie opereer, ga ik me langer ook niet zelf slaan omdat men me niet begrijpt. Ik zal me ook moeten gaan trainen om me niet langer de drive te voelen om bij bepaalde mensen dingen recht te willen zetten. Nee, jezelf op de eerste plaats zetten wil zeggen dat die verandering hier plaatsvindt. En ik ga je niet kunnen veranderen. Ik wil je ook niet veranderen. Tot slot. Ik uit mijn kunst en mijn verhaal op verschillende manieren. Social media zal niet het enige ding zijn. Mijn verhaal is een verhaal van hoop. Van liefde. Onzelfzuchtigheid. Van kracht. En van groei. Find a Creator is een wezenlijk ding, wat uit noodzaak is ontstaan. En ik kan niet wachten tot ik heb gewerkt om mijn verhaal aan u te kunnen vertellen in een boek. Op het podium, in het theater. Serie. En uiteindelijk het leven van mij wat verfilmd gaat worden. Hier staat de jongen met een gigantisch grote ambitie. Die wellicht dat die van u overstijgt. Maar u mag lopen in mijn schaduw, maar je gaat geen schaduw meer voor mij zijn. Dat is wat ik heb toegelaten in mijn leven. Dat is wat mij is overkomen. Maar hier staat een krachtige man. Een krachtige jeje. Die niet zal stoppen totdat datgene is bereikt wat in mijn leven en het vermogen wat ik heb kan bereiken.
En dan gaan jullie misschien lachen wanneer ik in mijn kist lig. Maar die smile gaat never nooit geest op letterlijk van mijn gezicht afkomen. Dit is wie ik ben. En ik denk dat er genoeg handvaten zijn om met mij samen te kunnen werken aan dit plan. Ik nodig iedereen die dicht bij me staat ook uit om met mij samen te willen en kunnen werken aan dit plan. En ik weet hoe moeilijk het is en ik weet verschrikkelijk hoe moeilijk het gaat zijn. Maar ik ben een hele dappere jongen. En ik ben altijd heel dapper geweest. Omdat mijn vooruitziende blik me iets vertelt dat ik niet bang hoef te zijn voor de toekomst. Maar dat vooral mijn toekomst daar ligt en niet het verleden waar mensen mij graag willen houden. Ik sta in mijn kracht hier. Dat is mijn boodschap voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. En ik ga graag het dialoog aan. Ik wel. Bye bye.